Hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van with Menno. Laten we beginnen! Deze video gaat over kwadratische vergelijkingen vereenvoudigen. In deze video ga ik je laten zien hoe je kwadratische vergelijkingen kunt oplossen door ze te vereenvoudigen. En ik ga het uitleggen aan de hand van drie voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier staan. De opdracht is los op en bij A staat 3x plus 15x min 18. Is gelijk aan 0. We moeten dus deze vergelijking gaan oplossen en daarvoor gaan we gebruik maken van de stappen die we in de vorige video hebben besproken. We beginnen met stap nummer 1 en die stap zegt: werk de haakjes weg. Nou, we hebben hier geen haakjes, dus stap nummer 1 kunnen we overslaan. Dan gaan we naar 2 en bij stap 2 staat: maak de rechterkant gelijk aan 0. Ook dat is hier al geregeld, we hebben hier al 0 staan. Dus we kunnen meteen door naar stap 3. En stap 3 is ontbind in factoren. Nou hebben we hier aan het begin x² staan. Hier staat een x en daar staat een los getal. Dus we kunnen ontbinden in factoren met behulp van de product Want de product-sommethode kun je gebruiken als je deze vorm hebt. Alleen, je mag de product alleen gebruiken als hier aan het begin x² staat. En niet 3x². Dus die 3 die hier staat, die moeten we eigenlijk als eerste nog even weghalen. En hoe kun je dat doen? Nou, wat we gaan doen is we gaan daarvoor de hele vergelijking delen door 3. Dus we gaan elk stukje van deze vergelijking delen door 3. Dan ontstaat hier x kwadraat. En dan kunnen we de productsommethode gaan gebruiken. Dus we gaan delen door 3. Dus dit eerste stukje, als je dat deelt door 3, dan gaat de 3 weg. Dus dan krijg je x kwadraat. Plus. Nou, dan doen we 15 gedeeld door 3, dat wordt 5, dus 5x. Min en 18 gedeeld door 3 is gelijk aan 6. Dus min 6 is gelijk aan. Nou, 0 gedeeld door 3, dat wordt 0. Dus dit is nog steeds gelijk aan 0. En wat je dus ziet is dat ik dus alles gedeeld door 3 heb gedaan. En zolang je overal hetzelfde doet, is het toegestaan. Dus ik deel alles door 3 en dan krijg je dus deze vergelijking en die gaan we nu oplossen. En het mooie is, hier kunnen we dus wel de productsommethode gebruiken. Want hier heb ik x in plaats van 3x. -kwadraad. Dus nou, we doen de productsommethode. Dus een keersom waar min 6 uitkomt en opgeteld is het 5. Nou, Een keersom waar min 6 uitkomt is bijvoorbeeld 6 keer min 1. En als je 6 en min 1 bij elkaar optelt, dan kom je uit op 5. Dus dat is goed. Dus dan krijgen we tussen haakjes x plus 6 en x min 1. En dat is gelijk aan 0. Nu hebben we weer de vorm die we willen. We gaan naar de laatste stap. Dus dan zeggen we x plus 6 is 0. Of x min 1 is 0. Nou, hier breng ik de 6 naar rechts. Dan wordt die min 6. Dus je krijgt daar x is min 6. Of bij die andere x is gelijk aan 1. Want als de min 1 naar rechts gaat, krijg je 1. En dan heb je de oplossingen gevonden. Dus wat hebben we gezien bij vraag A? Je moet dus als eerste die 3 wegwerken, dus deel alles door 3, want dan kun je pas de productsommethode gaan gebruiken. En dan kun je de vergelijking dus op deze manier stapje voor stapje oplossen. Dan gaan we naar het tweede voorbeeld, vraag B. En daar staat de vergelijking 1 vierde x kwadraat min x min 3 is gelijk aan 0. Deze vergelijking moeten we oplossen en dan gebruiken we weer de stappen die hier staan. Nou, net als bij a kunnen we stap 1 en stap 2 overslaan, want we hebben hier geen haakjes en we hebben de rechterkant al gelijk aan 0. Dus we kunnen meteen door naar stap 3, ontbind in factoren. Maar net als wat we bijvoorbeeld a hebben besproken, mag je alleen maar ontbinden in factoren als er voor de x kwadraat geen getal staat. Dus net hadden we 3x kwadraat, toen moest de 3 weg, en nu heb ik 1 vierde x kwadraat, dus dan moet die 1 vierde weg. Maar dan is de vraag, hoe kun je 1 vierde weghalen? Nou, wat we dus willen is dat op deze plek x kwadraat komt te staan. Dat zal ik er vast even onder zetten. Dus dat moet x kwadraat worden. Maar eigenlijk is x kwadraat natuurlijk hetzelfde als 1x kwadraat. Want als er niks staat, staat er eigenlijk een 1. Dus wat ik wil is, ik wil van die 1 vierde een 1 maken. Nou, dan zou je kunnen zeggen, net als net, we gaan gedeeld door gebruiken. Dus we gaan alles delen door 1 vierde. Net zoals we net alles gingen delen door 3. Alleen delen door 1 vierde is uit je hoofd best wel ingewikkeld. Dus we gaan iets makkelijkers doen. Kijk hoe kun je nog meer van 1 vierde naar 1? Nou daarvoor ga je 1 vierde keer 4 doen. Dus we doen deze keer 4, want 1 vierde keer 4 wordt 1. En dan hou ik dus x kwadraat over. Maar we hebben net ook gezien, wat je hier doet, moet je overal doen. Dus ik moet ook hier vermenigvuldigen met 4. Nou, daar staat min 1. Min 1 keer 4, dat wordt min 4. Dus dat wordt dan min 4x. En dan heb ik ook nog min 3. Die moet ik ook vermenigvuldigen met 4. Dat wordt dan min 12. En dat is dan gelijk aan 0. Dan ga ik die 1 die voor die x² staat even wegvegen. Want die hebben we niet nodig. Dus daar houden we alleen gewoon x² over. En nu zie je dat we dus weer dezelfde situatie hebben gekregen als net. En nu kunnen we dus de product-sommethode gaan gebruiken. Dus dat hebben we gedaan. Die 1 vierde moest weg. Dus dan kan je delen door 1 vierde. Maar je kan ook zeggen ik doe alles keer 4. Want dan wordt dit een 1. En als je dat hier en hier ook doet, dan gaat het helemaal goed. En die 0, die hoef ik niet natuurlijk keer 4 te doen. Hè? Want 0 keer 4 is 0, dus omdat die rechterkant 0 is, blijft die de hele tijd 0. Dus ik kan gewoon in één keer daar is 0 opschrijven. Nu doen we weer productsommethode. Een keersom waar min 12 uitkomt en opgeteld is het min 4. Nou, een keersom waar min 12 uitkomt is min 6 keer 2. En min 6 plus 2 is gelijk aan min 4, dus dat klopt. Dus je krijgt dan tussen haakjes x min 6 en x plus 2. Is gelijk aan 0, dan zijn we bij stap nummer 4, dus dan gaan we zeggen het eerste deel is 0, dus x min 6 is 0, of het tweede deel is 0, dus dat is die x plus 2, dus x plus 2 is 0. Nou, aan de linkerkant doe je min 6 naar rechts, dat wordt dus x is gelijk aan 6, of 2 naar rechts wordt min 2, dus x is gelijk aan min 2. Nu heb ik de oplossingen gevonden en ben ik dus klaar met deze vergelijking. Dus heb je in het begin een breuk, dan kun je die breuk wegwerken door in dit geval alles keer 4 te doen. Dat doe je overal, want dan mag het en dan vind je de oplossingen van de vergelijking. Dan gaan we naar het laatste voorbeeld, vraag C. En daar staat de vergelijking: min 5x2 plus 10 is gelijk aan 5x. En deze vergelijking die moeten we gaan oplossen. En daarbij volgen we weer de stappen hier aan de rechterkant. Stap 1 is, werk de haakjes weg. Maar ja, die hebben we niet. Dus we kunnen meteen door naar stap 2. Stap 2 is, maak de rechterkant 0. Nou, aan de rechterkant staat bij ons 5x. Dus we moeten er eerst voor zorgen dat die rechterkant een 0 wordt. Dus dan brengen we de 5x naar links. En als je hem naar links brengt, dan wordt hij negatief. Want hij is nu positief. En dan moet je wel even opletten, want die 5x die moet je dan in het midden neerzetten. Want vooraan komt altijd de x kwadraat, de x komt in het midden en het losse getal komt aan het einde. Dus je krijgt dan het volgende. Eerst heb je dus de min 5x kwadraat, dan heb je die min 5x in het midden, ten slotte plus 10 en dan heb je is gelijk aan 0. Nu gaan we de vergelijking verder oplossen en dat gaan we doen door te ontbinden in factoren. Alleen, we hebben net geleerd, je kunt alleen maar ontbinden in factoren met de productsommethode als die x kwadraat, die min 5 die daarvoor staat, die moet weg. Dus we gaan die min 5 nu weghalen. En hoe doen we dat? Nou, eigenlijk net als bij vraag a gaan we dat doen door te delen. En in dit geval delen we door min 5. En als je deelt door min 5, dan moet je dat overal doen. Dus eerst bij deze. Nou, min 5 gedeeld door min 5 is 1. Dus dan hou ik 1x over. En dat is hetzelfde als x. -kwadraad. Dan heb ik hier min 5. Dat deel ik ook door min 5. Dan hou ik weer 1 over. Dus dan krijg je plus 1x. Oftewel x. En tenslotte heb ik nog plus 10. Nou, plus 10 gedeeld door min 5. Dat wordt min 2. En dit moet dan gelijk zijn aan 0. Nu kan ik wel de productie-methode gaan gebruiken. Want dit is x. -kwadraad. En dan zoek ik dus een keersom waar min 2 uitkomt en opgeteld is het gelijk aan 1. Nou bedenk een keersom waar min 2 uitkomt, bijvoorbeeld 2 keer min 1. 2 keer min 1 is min 2 en 2 plus min 1 is hetzelfde als 2 min 1 en dat is gelijk aan 1. Dus de getallen die ik zoek, dat zijn 2 en min 1. Dus dan krijg je tussen haakjes x plus 2 en x min 1 en dat is gelijk aan 0. Nu gaan we naar stap 4, we gaan die regel weer gebruiken. Dus dan mag je weer zeggen, de eerste is 0, dus x plus 2 is 0. Of de tweede is 0, x min 1 is 0. Nu gaan we aan de linkerkant de 2 naar rechts brengen, dat wordt min 2, dus dan krijg je x is min 2. Of hier breng ik de min 1 naar rechts, dus dan krijg je x is gelijk aan 1. En nu heb ik de oplossingen van de vergelijking gevonden en ben ik klaar met deze vraag. Dus wat hebben we gezien in deze video? Je volgt dus eigenlijk gewoon dezelfde stappen als normaal. Dus in dit geval moet de 5x eerst even naar links en die komt dan in het midden. Maar als je dus een situatie hebt waarbij er voor de x-kwadraat nog een getal staat, dan moet je eerst dat getal weghalen voordat je gaat ontbinden in factoren. In dit geval doe je dat door te delen door min 5, want dan krijg je hier een 1. Maar dan moet je al die getallen dus delen door min 5. Dit wordt ook 1 en dit wordt min 2. En die 0 blijft de hele tijd een 0, want 0 gedeeld door, in dit geval min 5, geeft ons ook weer 0. Dan gebruik je de product-sommethode. Je gaat zeggen die is 0 of die is 0 en dan heb je de twee antwoorden gevonden. En op deze manier kun je dus kwadratische vergelijkingen oplossen door ze te vereenvoudigen. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien, klik dan hiernaast. Tot de volgende keer.